Boodschappen in Nederland worden maar duurder en duurder en duurder. Het is nu zelfs zo erg dat Nederlanders naar Duitsland rijden om inkopen te doen bij de Aldi. Gerard, er is weer een supermarktoorlog begonnen in Nederland, maar van de Duitsers gaan we het nooit winnen. Nee, de Duitsers die spelen natuurlijk een beetje vals, hè? Want met die accijnsen op met name drank, daar hebben ondernemers heel veel last van. Die hebben natuurlijk toch een voordeel ten opzichte van Nederlandse ondernemers. Ik vind eigenlijk, als je naar de BTW gaat kijken, zorg nou toch eens een keer dat het Europees op één lijn komt, want het is overal verschillend. En die Belgen en die Duitsers die lachen zich nou kapot. Kan Europa hier ook iets aan doen? Dat klinkt een beetje als concurrentievervalsing. Ja, natuurlijk moet je dit op Europese schaal gaan aanpakken. Als iedereen dezelfde accijns, dezelfde maatregelen heeft, dan heb je allemaal het spel speelveld. En dan is het weer eerlijk, kun je weer normaal concurreren. Wat moet ik aan denken dan een prijsverschil? Nou, dan praat je toch al gauw over prijsverschillen van 5 euro. Per fles? Per fles, ja. Dus daar praat je ook over. En kijk ook naar de wodka's bijvoorbeeld. Dan scheelt toch gauw in ieder geval 5 euro op een fles. Het is geen eerlijke concurrentie. Als de buurman producten lager kan verkopen omdat hij minder belasting hoeft af te dragen dan jij, dan ben je de lul. Zou je ook niet verwachten dat je voor je lol naar Duitsland gaat? Nee, het is een tijd geleden dat sinds de Tweede Wereldoorlog is dat niet meer voorgekomen. Eigenlijk verliezen we nu weer van de Duitsers. Verliezen kun je het niet noemen. Ik vind dat we eigenlijk meer moeten kijken naar onze eigen regering, die toch de drankhandel een beetje aan het uitmelken is. Als je ziet dat we nu binnen 2 jaar, en dat kan 1 januari 2014, nog eens een keer 5% erbij krijgen, dan zijn wij toch wel een beetje het melkkoetje aan het worden van de Nederlandse regering. Er gaan meer mensen naar het buitenland, gaan daar hun boodschappen doen. En die hebben niet alleen drank, die hebben daar natuurlijk ook levensmiddelen en wat daar zei. U zult het zelf zien als je in Kranenburg bent. Kijk op de parkeerplaats, het stikt van de Nederlandse nummerborden die daar zijn. Ik zie dat u als Nederlander boodschappen over de grens doet. Ja, dat scheelt een hoop. Ja, maar u maakt wel de economie kapot in Nederland. Meent u dat nou? Er gaan allemaal zaken viert hier over de grens. Over de grens toch wel? In Nederland bedoelt? Ja. Oh jee, ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar ja, ik kijk naar mijn eigen portemonnee. Nou, leuk, je met de Albert Heijn tas in Nederland, in Duitsland boodschappen doen. Zeker. Waarom? Omdat dat heel veel scheelt. Maar ondertussen vermoordt u wel de economie in Nederland. Nou, ik denk dat de regering dat doet. Zou u denken? Absoluut. Hoe zou dat komen? Nou, ik denk dat ze twee Jan Doedels aan het wind hebben gezet. Ja, maar jullie maken de economie kapot. Nee hoor, nee, want ik ga ook andere dingen ook in Nederland doen. Alles wat u hier koopt, koopt u ook in Nederland? Nee, de wijn die kopen we en de cola kopen we hier. Terug naar Nederland, daar je boodschappen doen. Want je maakt de economie kapot. Nee, ik moet toch kijken naar mijn eigen portemonnee. Beseft u wel dat u op dit moment de economie in Nederland aan het vermoorden bent? Vooral die aan de grens? Ja, dat kan me niet schelen, eerlijk gezegd. Flesje whisky voor meneer Wezi. Van Adia een van de wijvendrankje. Rutger zal van rosé houden. Ik krijg zo'n rosé mannetje. Ach, verdedig je pakje appelsap. En natuurlijk ook wat voor mezelf meenemen. Een paar biertjes en ik heb nog geld over.